Yo guys, welkom in een video met vandaag Blu-ray Haul Part 2. In mijn video vorige week hebben jullie kunnen zien dat ik heel wat Blu-rays heb. Dat was ongeveer 1/4 van mijn lijst nog maar. Dus we hebben nog een hele lijst te gaan. Na vandaag zitten we ongeveer op de helft. Wat ik al eventjes kan zeggen... Vorige week hebben we inderdaad vooral franchisefilms gezien, dus vooral de franchises. Maar vandaag gaan we ook wat meer loskijken naar de films die ik heel erg leuk vind om te kijken, maar die niet meer horen bij een franchise. We hebben er wel nog wat te gaan, zoals bijvoorbeeld John Wick, Kingsman en de X-Men. Maar dat is dan voor zometeen. Gewoon, laten we ermee gaan beginnen met natuurlijk welke film anders dan... Kingsman, The Golden Circle. Inderdaad, ik heb de tweede film ook. Dat was vrijwel duidelijk. Ik dacht, we maken er een leuke cliffhanger van. Ik had mijn stripboek net in het midden van de lijst gezet. En daar stond deze film net overheen. Dus Kingsman, The Golden Circle vind ik iets minder als Kingsman, The Secret Service persoonlijk. Maar wat ik wel veel beter vind is in de character development in deze film. Want Merlin, we weten allemaal wel wat ik bedoel als ik zeg Merlin. Het was echt... fucking prachtig. Het was echt een heel erg goede scène en ik hield er met heel mijn hart van en ik had tranen in mijn ogen. En Elton John in deze film was ook echt geweldig. Hij staat hier mooi ook op de poster. Mooi toch? Ja, dan gaan we verder met een collection van mij en dat is de X-Men Collection. En in deze collectie staat X-Men, X-Men 2, X-Men The Last Stand... X-Men First Class, X-Men Days of Future Past en X-Men Apocalypse. Het is een mooi verpakt ding met gewoon een... geen stripboekje. Oké, dat is wel minder. Oké, fijn dat ik dat ontdekt heb. Het is geen stripboekcover. Het zijn gewoon 6 discs op elkaar geplakt. Daar ben ik normaal niet zo'n fan van. Maar hey, ik kan niet het doosje veranderen. Dus X-Men collectie, ik vind... X-Men is zo'n franchise, daar heb ik zo'n haat-liefde verhouding voor. Ik vind de X-Men films niet geweldig, maar ik vind de andere films wel geweldig, die erbij horen. Maar ja, vooral X-Men. Ja, als je Marvel hebt, moet je X-Men natuurlijk ook hebben. Dus daarom heb ik X-Men ook in mijn collectie zitten. De X-Men collectie. Dan gaan we natuurlijk ook verder met... Ik wilde mijn franchise volledig hebben. En op zich, het is een slechte film. Daar kunnen we van uitgaan. Maar ik kijk lekker weg met vrienden. Hij is melig. De muziek in deze film is fucking goed, moet ik wel toegeven. De third act valt op zich ook wel mee. Maar het is gewoon, de executie van deze film is best wel minder. Maar deze film hoort gewoon bij de franchise. Dus nemen we er gewoon gratis bij. En hij kijkt leuk weg met je vrienden. Dan gaan we naar Deadpool. Oftewel, een van de grootste verrassingen binnen de MCU. Wat zeg ik? Binnen de... Ja, nu ook eigenlijk MCU. Of niet? Of wel? Ik weet het eigenlijk niet meer. X-Men hoort nu bij Marvel. Oké, daar kunnen we vanuit gaan. Deadpool, Ryan Reynolds, heeft zelf de leak geplaatst van deze ding. En vanwege die leak is eigenlijk gewoon deze film gekomen. Dat is wel heel... Dat is een cool verhaal hierachter. Dus Deadpool was de allereerste bioscoopfilm van een superheld die ik heb gezien. Deadpool is de allereerste superhelden bioscoopfilm die ik ooit heb gezien. Dus dat is ook wel speciaal. Dan gaan we natuurlijk ook verder naar Deadpool 2. Oftewel, Deadpool 2, de super duper fucking cut. Ik weet niet waarom ik deze heb. Ik vind het... Ik ben blij dat deze heeft normaal ook... Deze film heeft ook de normale versie, de theatrical version. Die vind ik iets beter, doordat die andere muziek gebruikt. Bijvoorbeeld op het einde van de film, dat er iets met Deadpool gebeurt, hebben we gewoon... een sad versie van een liedje. Moet je echt eens kijken, die film. En die hebben ze in de super duper fucking cut niet. En dat vind ik wel jammer. Maar in de super duper fucking cut hebben ze wel 15 minuten extra beeldmateriaal. Dus dat is ook weer vet. Dus Deadpool 2 vind ik minder als Deadpool 1, maar nog steeds echt een heel erg goede film. Gaan we verder naar misschien wel de beste... gewoon de beste film van 2017. Logan. 2 keer gezien in de cinema. Was immens verliefd op deze film. Was de eerste keer niet zo'n heel grote fan van de build-up in de film. Maar de tweede keer echt immens groot. Het is echt een heel goede film. En voor Logan echt een heel erg goed ding. Het is jammer dat we Logan nu niet snel meer gaan zien. Of Hugh Jackman sowieso niet meer in de rol. Ik ben benieuwd wat de MCU gaat doen met dit personage. Maar ik weet het eigenlijk niet. Dus ik ben benieuwd. Logan. Ja, wie weet. Wie weet, wie weet, wie weet. Dan gaan we verder naar It. Dat is ook een heel erg goede film, vind ik persoonlijk. En natuurlijk ook zijn vervolg, It Chapter 2.
Ik weet dat heel veel mensen geen fan waren van It Chapter 2, maar ik was er een immens. Ik vond die heel erg goed toen ik hem in de bioscoop zag. Ik had totaal geen last van de lengte van de film, dus op zich, het zijn twee goede films. Ze duren lang samen, maar ze kijken nu en dan wel eens lekker weg. Ze zijn gewoon niet heel erg rewatchable van time to time. Je moet er een tijd tussen hebben als je echt nog zin hebt in een clown te kijken, dan horen deze films er perfect bij. Dus het zijn wel goede films, vooral It 1. En maar uit 2 ook eigenlijk. Dan gaan we verder naar Angel Has Fallen. En er... Daar heeft dat die veel. Wow. Dan gaan we verder naar Angel Has Fallen. Dat is een immens goede film, vind ik. Ik vond hem immens leuk om te kijken. Hij is beter als London Has Fallen en Olympus Has Fallen. Gewoon puur door het feit dat hier verhaal in zit. Olympus Has Fallen en London Has Fallen heb ik trouwens niet. Dus dit is de enige film in de reeks die ik tot nu toe heb. De andere twee ga ik ooit nog wel eens aankopen. Maar ik heb ook al gehoord dat ze nog 3 films gaan bijmaken. En nog een tv-serie. Dus ze zijn er aan het uitmelken. Maar dit was een goed einde van een trilogie, vind ik persoonlijk. Dus het was echt heel erg leuk. Dan hebben we Tomb Raider. Of Tomb Raider. Ja, Alicia Vikander. Echt gewoon een prachtdame. Ik kijk gewoon deze film alleen maar voor haar. Echt, wow. Kijk eens hoe knap ze is. Dat is toch niet mogelijk? Goeie film trouwens ook. Dan gaan we verder naar Get Out van Jordan Peele. Normaal heb ik dus ook. Oké, we zijn weer op dit moment aanbeland. Okay. Ik heb trouwens ontdekt, voor de cliffhanger van deze video, heb ik Annabelle 3. Dat zie je volgende week. Dus dat weet je ook wel. Er komt nog een cliffhanger volgende week. Dus Get Out, ja, vind ik wel een goede film. Het is echt immens goed in elkaar gestoken. Het verhaal is leuk. Het horrorgedeelte is leuk, aangezien het anders is al wat we al bekend zijn of wat we al gewend zijn met het horrorgenre. Het past er helemaal buiten en daarom is deze film zo goed, omdat hij zo vernieuwend is en ook zo goed geacteerd met zo'n goed verhaal, zo goede personages. Get Out is echt bij de beste films van 2017 samen met Logan. Dan hebben we de volgende franchise en de laatste volgens mij ook. Hebben we hier John Wick. John Wick 2. En heel erg mooi, kijk hier zo mooi onderhouden, John Wick 3 Parabellum. Want ja, is dit een van de beste trilogieën ter aller tijden? Volgens mij toch wel, hè. Alle drie knalfilms, de vierde gaat ook sowieso gigantisch goed zijn. Ik had gehoopt dat ze met deze gingen stoppen, maar er komt nog een vierde. En dat zou dan het echte einde worden van John Wick. Dus deze franchise is nog niet klaar. Maar ja, deze films van time to time echt geweldig ook. Ik vind persoonlijk dat deze film wel iets in de actiewereld heeft veranderd. Gewoon puur door deze geweldige fight scenes die de John Wick franchise had. Het werkt ook zo goed op elkaar. En vooral wat ik geweldig vind aan deze films, die spelen zich af in een tijdspanne volgens mij een paar weken of misschien zelfs minder. Dat maakt deze franchise zo goed. Dus John Wick, echt immens goed. Ben je niet bekend met de films? Zeker kijken. Echt goed. Echt, echt goed. Dan gaan we verder naar Prodigy. Doosje niet leuk, niet blauw. Film op zich wel leuk. Ja, hij kijkt lekker weg. Hij is niet slecht zoals ik had gedacht vorig jaar, maar hij viel wel mee dus. Voor de rest, dat jongetje wat hierop zit. Ik weet zijn naam niet, man. Wat is zijn naam? Ik zie zijn naam niet staan. Oké, hij speelt Miles. En hij is bekend ook van It. Hij speelde namelijk Georgie. Dus dat was wel leuk om te zien. Hij is echt een horroracteurtje aan het worden dus. The Prodigy, ben je niet meer bekend. Ooit wel eens leuk om te kijken. Is wel leuk om te kijken met vrienden die houden van horror. Voor echte horrorfans is dit een redelijk goede film. Voor minder echte horrorfans gaat het nogal cliché of hetzelfde aanvoelen. En alsof het alles allemaal geweest is. Dan hebben we Glass. De derde film binnen de franchise van de M. Night Shyamalan universe. Dus met de Unbreakable, Split en Glass. Moet wel zeggen, ik heb volgens mij alleen Glass, Split. Na deze serie ga ik even mijn volledige dingen terug ordenen. Ik denk dat ik alleen Glass heb. Dus dat weten we dat. Ja, volgens mij heb ik alleen Glass, want ik heb Split nog nooit gevonden. Oké, Glass vind ik persoonlijk een vrij oké film. Ik ben het niet eens met de derde act, maar daardoor ook weer wel. Het is een heel bold choice wat Shyamalan heeft gedaan. Dus ik ben blij dat ze de keuze hebben gemaakt, maar ik ben er ook niet blij mee, want ik vond het geen goed einde. Waarom zit het zo los? Het zit gewoon vrij los. En lelijke cd's weer. Ze zijn allemaal blauw, ik haat het gewoon. Maak het origineel. Dus, Glass. Dan een film waar ik toen ik jonger was enorme fan van was. En dat spijt. Het is geen geweldige film.
Dat je weet iedereen. Het is op zich een cliché Nederlandse film. Maar het verhaal hierachter is zo immens sterk. En vooral als je een verleden hebt met pesten en met depressie. Wat ik ook heb gehad. Wat de meeste mensen wel weten. Is dit gewoon een immens pakkende film. En hij heeft mij ook weten te raken. Meermaals. Ik moet hem nog eens kijken. Het is een te lange tijd geleden. Maar spijt. Het heeft een speciale plaats in mijn hart. Vanwege persoonlijke redenen. Die... iedereen wel weet ondertussen. Dan hebben we Godzilla King of the Monsters. Ik heb de originele Godzilla nog niet, dus dat weten we dat ook al. Ben ik nog aan het zoeken. Godzilla King of the Monsters was niet zo'n heel grote fan van deze film. Maar hij kijkt immens lekker weg. De fight scenes, daar gaat het ook vooral om. Als je melig bent met je vrienden, de perfecte film op te zetten. Neem er wat drank bij, wat alcohol. Nu zit ik alcohol te verkopen hier in deze video's, dat mag ook niet. Dus neem er wat glaasjes water bij. En ga deze film kijken, want het is echt wel een toffe film te kijken met je vrienden. Alleen misschien een tijd te veel verhaal dat er weer niet bij past. Maar ja, dat is voor de volgende keer. Dan hebben we The Darkest Minds, een film die wel over veel mensen hun hoofd is gegaan. Ik heb hem gezien, ik was er op zich geen fan van, maar ik vond hem ook niet slecht. Dus dat is belangrijk om te weten. Ik vond hem op zich wel leuk in elkaar steken. Moet ik nog eens kijken, want ik heb nu wel ontdekt, nu ik over deze film aan het praten ben, hij is best forgettable, want ik weet er niet heel veel van. Dus ik moet hem nog eens gaan kijken binnenkort. The Darkest Minds, wel een aanradertje om ooit eens gezien te hebben en voor de rest gewoon met vrienden te kijken. Dan hebben we King Arthur, Legend of the Sword. Charlie Hunnam, altijd goed. En deze film, Jude Law. Oh my, wow, yo, echt Jude Law? Nou, ik ontdek er dingen. Ik weet, ja, deze film is 3 jaar geleden dat ik hem heb gezien, dus ik weet dat niet meer. Toen was ik nog niet zo'n fan van Jude Law. Dat is pas in 2018 geworden. Dus, ja, King of the Monsters. King Arthur Legend of the Sword. Is een op zich wel oké film. Leuk om te kijken met vrienden. Leuk om nu en dan eens op te zetten. Het is geen geweldige film, maar als je je verveelt, dan gaat deze film er wel in. Dan kan ik je verzekeren dat die film altijd wel een plaatje krijgt dan. Dan hebben we The Possession of Hannah Grace. Oftewel de eerste film die vorig jaar is uitgekomen. Vond hem niet speciaal goed. Vond hem niet goed. Vond hem vrij repeatable en predictable. Maar hij kijkt lekker weg. Dus dit is net zoals The Prodigy een film. Ben je fan van horror, wat ik wel ben. Dan is het zeker wel een film die je smakelijk kan kijken op de avond als het donker is. Dus als ik binnenkort eens een nachtje door kan doen. En ik heb het huis voor mij alleen en ik kan een film opzetten. Dan is het likely dat deze film wel nog wel eens opgaat. Dan hebben we Bad Samaritan. Vind ik ook vrij goed zelfs. Ik was verrassend groot fan van deze film. Ik vond het verhaal vrij goed in elkaar zitten. Dus dat is altijd wel top. Ja, Bad Samaritan. Het is geen geweldige film, maar ik vond hem wel leuk om te kijken. En dat is het belangrijkste wat ik vind aan film. Het moet niet goed zijn, het moet gewoon leuk zijn. En dat is deze film perfect voorbeeld van. Dan misschien een van de meest forgettable, of gewoon een van de meest onbekende films uit mijn kanaalreeks. The Strangers 2, Pray at Night. Heb deze film ooit eens gezien met je vriend, toen we eigenlijk niet eens de bedoeling was om een film te gaan kijken. Ik weet gewoon, ik was daar, waar een spel aan het spelen. Zijn broer wilde een film gaan kijken. Heeft hij deze opgezet, we hebben meegekeken. Heb zelfs de originele Strangers nog nooit gezien. Ik ben begonnen met Strangers 2, Pray at Night. De film is slecht. Maar hij is immens leuk en immens grappig om te kijken. En ik vond hem... Ik heb het ermee geamuseerd. En daarom heb ik deze film gekocht. En daarom kan ik hem ook nog wel eens rewatchen met vrienden. Het is geen goede film, maar hij kijkt lekker. Dan gaan we verder naar Murder on the Orient Express. Oftewel het einde wat niemand verwacht als je de boeken niet hebt gelezen. Het is een goede film om één keer te kijken. Het is nu vooral leuk om die met vrienden te kijken die het nog niet hebben gezien. Om te zien hoe dat zij proberen om het mysterie te ontrafelen. En hij kijkt van nu dan tot dan nog wel eens lekker weg. Het enige jammer aan dit soort films is ook hetzelfde bij Knives Out hoor. Je weet wat er aan de hand is. Je weet wie het gedaan heeft. Dus het jammer aan Murder Mysteries. Je kan het maar één keer echt van genieten. Dat is wel jammer. Maar voor de rest. Zeker een goede film. Was een enorme fan van deze film. Dan inderdaad. Je leest het goed. Dora and the Last City of Gold. Deze film wilde ik kapot maken tot in de laatste seconde. Maar ik heb ervan genoten. Ik vond dit echt nog een heel leuk... Het is echt geen slechte live-action remake. Maar wat moet je ervan zeggen? Dora. Het is live-action Dora. Het is een teenage Dora. En ze zit op de drugs. Dus ja. Dora kijkt heel lekker weg. Ik ben ook echt de plan aan het maken met vrienden om deze na de corona eens te gaan kijken. Gewoon puur omdat hij zo debiel is. Hij moet gezien worden. Dan hebben we de Hurricane Heist. Ook over mensen hun hoofd gegaan, vond ik persoonlijk...
Zo'n slechte film die goed wordt. Laat het zo houden. Het is basically zo'n film. Die kijkt gewoon lekker weg. Net als... Eigenlijk voor alle films uit deze lijst nu. Kijken lekker weg. Er zitten heel goede films bij. Er zitten ook minder goede films bij. Dus, als ik een film minder goed vind... Dan kijk je lekker weg. Hurricane Heist, perfecte voorbeeld. Dan Annihilation, oftewel een Netflix film. Wat ik graag vind dat ze die op Blu-ray hebben. Maar... Een immens goeie. Ik heb deze aangeraden gehad van een vriend van mij. Heb ik toen gekeken. Ik was een enorme fan. Het verhaal is enorm complex. Maar enorm goed. En daarom hield ik van deze film. Het was echt een wonderful, wonderful experience. Die ik heb gehad met deze film. Perfect. Heel erg mooi. Dan hebben we Halloween. Ik heb er maar twee in mijn leven gezien. Dat zijn de nieuwe Halloween van 2018. En de originele uit 1974. Omdat dit een vervolg was van 1974. Halloween 2018, ja, ik vond hem op zich best wel leuk. Ik heb me ermee geamuseerd. Een vriend van mij vond hem mediocre. Ik vond hem mediocre. Daar een stukje in. Het is gewoon grappig dat hij al die mensen vermoordt. Wat ik veel beter vind aan deze dan aan de origineel is de muziek. Gewoon puur omdat hier niet continu dat kutmuziekje van Halloween binnenkomt. Dat ik een leuk muziekje vind, maar hij was in de originele Halloween gewoon continu gebruikt. En dat is een tegenvaller geweest die ik vond aan deze film. Ja, maar ja, wat doe je daaraan? Oké, de stapel zit terug omgewisseld en we beginnen met Dunkirk. Als je Dunkirk niet hebt gezien, zeker kijken. Het is een van de beste oorlogsfilms van de afgelopen jaren. Het is ook gemaakt door Christopher Nolan, wat altijd wel een pluspunt is. Dunkirk, het is niet mijn favoriete oorlogsfilm, maar het komt wel dichtbij. Ik ben nog steeds meer een grotere fan van Hacksaw Ridge en Schindler's List, die ook in mijn lijst ergens ooit tevoorschijn gaan komen. Maar Dunkirk... Zeker kijkje waard. Het is een van de langzamere films, maar het is wel een van de betere films. Filmisch gezien is deze de beste van de hoop. Maar dat is een mening die je zelf mag kiezen natuurlijk. Dan hebben we Hereditary. Mensen weten, ik ben geen grote fan van Hereditary. Ik vind hem niet slecht, ik vind hem mediocre. Ik was een veel grotere fan van Midsommar. Hereditary heeft ongeveer hetzelfde verhaal. En daarmee bedoel ik niet dat hetzelfde verhaal nog even fucked up is. Maar ik bedoel er inderdaad wel mee. Het is fucked up. Het is een van die meer rare horrorfilms. Dus hij is goed. Maar je moet er in de stemming voor zijn. En toen ik hem voor het eerst keek, was ik er volgens mij gewoon niet voor in de stemming. Want ik vond hem niet geweldig goed. Het was toen een tegenvaller. Maar hij is zeker niet slecht. Ook wat ik denk het ergste en het kutste vond aan deze film. Vorig jaar, toen hij 2 jaar geleden in de cinema te zien was. Toen was er een noodnummer voor deze film uitgekomen. Omdat hij zo eng zou zijn. En dat vond ik totaal niet. Ik vond hem echt helemaal niet eng. Het was raar en fucked up met momenten, maar eng is hij nooit geweest. Dan gaan we naar een Tarantino film, The Hateful Eight. Ik heb al mijn Tarantino films door elkaar steken, het spijt me. Dus, The Hateful Eight, een van de beste van Tarantino vind ik persoonlijk. Een van zijn prachtjes, een van zijn pareltjes. Enorm goede cast, enorm goed verhaal, enorm goede personages, enorm goed alles. Enorm Tarantino. Dan gaan we naar A Quiet Place. Dus ik moet een beetje stil zijn voordat de monsters komen. Dus ik hoop dat ik nu goed verstaanbaar ben. Welkom, geniet van deze ASMR video. Dus A Quiet Place. Een van de grootste surprises van 2018. Met een prachtig verhaal. Een prachtig personages. Prachtig alles. Ik vind het enorm kut dat ik de sequel nog steeds niet heb kunnen zien door het coronavirus. Normaal heb ik die al een maand geleden moeten gezien hebben. Is er dus niet van gekomen. Maar A Quiet Place. Ik ben enorm benieuwd naar A Quiet Place Part 2. Want deze film was echt een van de beste films van 2018. En toen ik zei dat mijn Tarantino films door elkaar staken. Hier, na The Quiet Place, komt ineens wel nog een Tarantino film. Once Upon a Time in Hollywood. Ik heb die volgens mij onmiddellijk. Dus Once Upon a Time in Hollywood is voor mij persoonlijk mijn favoriete Tarantino film. Het is geen enorme rewatchable film. Aangezien dat de tweede helft en de eerste helft toch al vrij langzaam zijn. Maar het is wel echt een immens goed verhaal. Het verhaal is enorm goed, personages zijn leuk. De cast is enorm goed. Het is typisch Tarantino, maar daardoor ook weer niet Tarantino. Want het is volledig anders dan wat we gewend zijn van Tarantino. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Heel veel dingen zijn gewoon anders dan we gewend zijn van Tarantino. En dat vind ik heel goed. Kijk. Alsjeblieft. Ik heb hem officieel achter elkaar gestoken. Dan, een van de films die je waarschijnlijk nooit zou verwachten op deze lijst. Actiegroepers huilen niet. Ik heb zoveel gehoord in mijn leven over deze film. En toen ik hem een jaar geleden volgens mij voor het eerst keek. Oh my god, ik heb tranen weggepinkt. Toen ik zag dat deze film over Akkie uit ging komen op Blu-ray.
heb ik hem onmiddellijk gekocht. Ik vond hem echt enorm goed. Moet hem nog altijd nog eens een rewatch geven. Maar deze film is wel een van die films, als ik eens in de mood ben om te huilen, dan gaat deze zeker weten opstaan. Dus, actiegroepers, huilen niet. Dan hebben we Kong Skull Island, oftewel mijn... Wat doet deze film hier en niet na Godzilla? Ik moet echt eens gaan opruimen hier. What the fuck? Oké, ik heb Us trouwens ook gevonden. Dus Us heb ik ook. Ja, ik moet mijn franchises nog eens opnieuw instellen. Ik moet hem opnieuw bij elkaar zetten. Dat is voor binnenkort ooit weer. Kong Skull Island. Het mindere broertje van Godzilla. Het grotere, betere broertje van Godzilla King of the Monsters. Enorm goede film die leuk wegkijkt. En daarmee bedoel ik vooral met enorm goed de cast. Het verhaal is wat tof. Is het een geweldige film? Nee. Is het een leuke film om te kijken? Ja, het is een van de meer enjoyable films binnen de franchise. I don't know. Ik weet niet dat ik het moet uitspreken. Dan The Dead Don't Die, oftewel... Ja, een van de raarste films met een sterke cast van Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi. Welke hebben we nog? Selena Gomez, Tom Waits, Danny Glover, Adam Driver. Het is een enorm goede cast voor een mediocre film. En de film is zo mediocre dat hij gewoon geweldig wordt. Ik heb me best wel geamuseerd met de raarheid van deze film. Duurt te lang, is wel saai aan tijd, maar hij kijkt lekker weg. En met vrienden, zeker een film die een watch waard is. Want de zombies in deze film, alles is gewoon raar. Maar ja, wat doe je eraan? En Selena Gomez gebeurt iets heel fucked up mee. Maar dat is een bijzaak. Dan The Fifth Wave. En deze heb ik gratis gekregen. Dus dat is eigenlijk vooral waarom ik deze film heb. Deze film is niet goed. Dat kunnen we zeggen. Ik vond hem enjoyable. Daarom heb ik hem ook niet verkocht. Hij is enjoyable. Ik heb er eigenlijk geen woord aan vuil te maken. Chloe Grace Moretz, ik ben een fan van haar. Ik ben een fan van haar werk. Ik vind haar enorm leuk en enorm mooi. En een toffe actrice. En dan loopt deze film er wel bij. Dan hebben we The Shining. Moet er nog eens bij. The Shining, tuurlijk. Rewatch. Ja, geweldige film. Beste film van Odun. Misschien beste horrorfilm ooit gemaakt. Wie weet. En dan natuurlijk opgevolgd door zijn broertje Dr. Sleep. Heb je de Extended Cut? Volgens mij niet. Huh? Dat was de Extended Cut? Huh? Waarom gaat deze er niet op? Ik had er de Extended Cut. Oké, blijkbaar niet dus. Huh? Oké, ik heb blijkbaar niet de Extended Cut, dat is wel jammer. Oh jawel! Ja, dat is wel de Extended Cut. Er zijn de Extended Cut er 3 uur. Moet ik nog steeds zien? Wil ik heel graag zien. Dus binnenkort komt er een Dr. Sleep rewatch. En dan ga ik eventjes kijken wat dat extra half uur aan film mij te bieden heeft. Want, oh boy, de film was pokkelang al. Maar hij was wel lekker. Dan hebben we The Lion King, de originele van 1994. En hij kijkt gewoon lekker weg. Het is een enorm leuke film. Het is de beste Disney film van nog steeds die er ooit gemaakt is. Maar de live action, die is wat er wordt nodig, is er ook. Heb ik ook, is iets minder. Dus deze moest gewoon in mijn franchise of in mijn verzameling zitten, gewoon puur. Voor morele waarde. Want niet dat ik alleen die andere rare live-action versie heb. Auw! Mortal Engines. Deze video's worden steeds randomer. Oké, Mortal Engines. Ik vind de beginsequence enorm cool. Voor de rest valt deze film wel mee. Ik weet heel veel mensen waren geen fan van deze film. Snap ik ook wel. Er zit veel te veel raar verhaal in deze film. Maar... Ja, Mortal Engines. Oké. Ja, ik kijk eens weg. Als je melig bent, is het een heel erg goede film. Voor de rest valt het wel mee. Ik denk trouwens niet dat ze daar ooit een sequel van gaan maken, kan ik ook wel zeggen. Dan, nog een rare, niet zo halve franchise die ik heb, is Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge, oftewel hoe heet die film? Dead Man Tell No Tales, dat was de rare titel. Dit is de enige Pirates of the Caribbean film die ik heb in mijn collectie. Dat is de enige. De enige. Ik heb geen andere. Is de enige. Waarom ik de andere niet heb, weet ik niet, maar ik heb deze wel. En ik vond deze film best wel leuk. Ik ben een van de weinige mensen die deze film best wel goed vond. Ik vond de vierde immens kut, ik heb er niet afgekeken. We gaan gewoon verder. Game Night. Oh, dit is echt een parelfilm. Het is echt een enorm grappige, enorm goede, enorm leuke film. En ik hou ook echt van deze film. Deze film heb ik volgens mij al 4-5 keer gekeken. En er gaan er zeker 1000 rewatches aankomen. Want deze film, enorm grappig.
Dan hebben we Crawl, een van de films waar ik totaal niet naar uitkeek toen die uit ging komen. Puur vanwege haar, Kaya Scodelario. Ik haat haar, ik mag haar totaal niet. Voor de rest, de film valt wel mee, dacht ik. En de film is gewoon op zich, de film is best goed. Het is een tof verhaal, het zit goed in elkaar, spannend genoeg. Dus hoe pijn het ook doet in mijn hart om te zeggen, deze film was echt een enorm surprise. En ik heb deze film in mijn review iets te hard behandeld dan wat hij eigenlijk waard was. Hij is beter als je zou denken. En daarom ben ik eigenlijk niet zo goed in reviews maken, maar doe ik het toch omdat mensen er fan van zijn. Skyscraper vond ik ook een heel erg goede film. Gewoon puur dat hij spannend was. Dwayne Johnson is best wel grappig hierin, vind ik. Het is Dwayne Johnson speelt Dwayne Johnson, basically. De film, ja, het is gewoon spannend. Het speelt zich af ergens hoog in een wolkenkrabber. Dat is wel leuk. Skyscraper is wel een van die films die je nu en dan wel eens kunt rewatchen. En dan heb je een goede tijd. Dan hebben we Smallfoot. Oftewel, een van de films die ik verrassend genoeg goed vond. Ik dacht echt dat het een slechte film ging worden. En dat viel wel mee. Ik had trouwens een beetje hetzelfde als met Missing Link. Alleen Missing Link, ik hou niet van de animatie daarvan. Dus ja, deze film, beter van de twee, beste van de twee. Ik kreeg gewoon... Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kreeg gewoon comparisons tussen de twee. Ready Player One, een van de beste films van vorig jaar... twee jaar geleden. Ja, Steven Spielberg, volgens mij ook de laatste wat hij tegenwoordig geregisseerd heeft voorlopig nog. Dus Ready Player One, ik hield van het VR-gedeelte. Ik heb ook een VR-bril. Ik ga binnenkort er een van de computer halen. Misschien dat ik binnenkort zelfs een VR-video maak voor de grap. Dus Ready Player One... Zeker kijken, echt een geweldige film. Met ook weer een Shining stukje erin. Dus wauw. Trouwens, ik heb Ready Player One gezien voor ik The Shining heb gezien. Hoe kreeg je dat klaar? Dus ik kende volledig dat aspect. Binnen Ready Player One zijn we totaal niks. Ik had totaal geen voeling mee terwijl een vriend van mij echt zo naast me zat. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik zat gewoon langs van, what the fuck gaat er gebeuren? Was ik nog geen filmfan toen? Nu wel. Dus nu heb ik The Shining wel gezien. Heb ik de laatste Ready Player One, dat stukje nog eens gezien. Ja, dat is inderdaad wel goed. Unpopular opinion? Ik vind Venom goed. Mark my words. Venom. Ik ben fan van Tom Hardy. Ik ben fan van Venom. En deze, fan van Venom. Ik ben benieuwd wat ze met Into the Carnage of Let There Be Carnage gaan doen. Ik vind het echt een kutdeeltje voor de tweede. Maar Venom 1, ik vind hem zeer leuk om te kijken. En daar kunnen we het op blijven houden. Dan, met Sommer. Waarom dat hij niet naar Hereditary zit? I don't fucking know. Ik weet niet waarom dat mijn franchises allemaal door elkaar zijn geraakt. Maar ik heb ooit een half jaar, een halve dag zitten werken aan al mijn franchises bij elkaar te zetten. Is het blijkbaar niet gelukt. Midsommar, grootste verrassing ooit in een cinema. Ik heb nog steeds geen goed moment gevonden om deze een rewatch te gaan geven. Basically, ik durf deze film niet te kijken met mijn ouders in het huis. Je snapt het wel als je deze film al gezien hebt, waarom niet? Dus ik zoek nog een perfect moment om deze te gaan rewatchen. Komt die er snel aan? Wellicht niet. Is er ooit een moment om die film te kijken? Wie weet. Dan hebben we The House with the Clock in Its Walls. Een film die ik ook heel erg goed vond. Heb ik ooit gezien toen dat mijn vrienden een andere film zijn gaan kijken. Zij zijn toen een Koreaanse film gaan kijken. Ik ben deze gaan kijken. En ik heb die Koreaanse film nog steeds niet gezien. Welke was dat? Burning, volgens mij. Oké, verder. Ja, House of the Clock in Its Walls. Jack Black is awesome. Dat kind is goed. Cate Blanchett is awesome. Het is op zich echt een leuke film. Hij is heel erg vermakelijk. Hij is surprisingly goed, vind ik zelfs. Het gaat misschien iets te ver op het einde. Maar deze film kijkt heel lekker weg. En is enorm leuk om te kijken. Oepsie. Ik sta mijn storen bijna om. Dan hebben we Now You See Me. Ik heb Now You See Me 2 nog niet. Moet ik nog altijd zoeken. Maar er is nieuws naar buiten gekomen. Moet ik trouwens delen op YouTube. Er komt een Now You See Me 3 aan. Dus eindelijk is dat geregeld. Now You See Me krijgt een vervolg. Ben ik enorm... Ik ken dat meisje. Oké. Okay. Ik ken de haar, dacht ik. Maar dus, ben er enorme fan van Now You See Me. Ik hou van het illusionisme. Ik hou ook echt een totaal van illusionisme. Ik weet niet hoe het allemaal kan. Maar sommige dingen zijn onverklaarbaar. Deze versie is blijkbaar ook een extended edition. Dus altijd wel leuk. Moet deze film nog binnenkort gaan rewatchen. Maar dat is vooral tegen de tijd dat Now You See Me 3 gaat uitkomen dan. Hebben we Predestination. Een van de beste films die met time travel te maken heeft in mijn tijden. Dat ik die heb gezien. Ik vond hem echt geweldig. Ik was immens invested. Op het einde was ik shocked. Dus deze film
heeft iets in mij gedaan wat ik enorm goed vond. En daarom hou ik van deze film. En deze film is immens goed. Ik ken vrienden die Predestination niet goed vinden. En ik ben het niet met hen eens. Puur ben het niet met hun eens. Ze hebben geen recht op hun eigen mening. Dan, een franchise die niet door elkaar kan raken, is de Mission Impossible franchise. Alle zesde films. Mission Impossible, Mission Impossible 2, Mission Impossible 3, Mission Impossible Rogue Nation, Mission Impossible Ghost Protocol en Mission Impossible Fallout. Dus er komt een zevende en een achtste aan. Zijn allebei gedelayed. Die moet ik dan wel toevoegen aan deze collectie via een andere disc. Maar dat is wel jammer dan. Maar wat ik wel goed vind aan deze franchise is het boekje wat X-Men niet had. Oh my god. Zie je het verschil? Mooi? Niet mooi. Oké. We gaan verder. Mission Impossible, immens goede films. Hou er echt van. Zijn zeer leuk om te kijken. Ik ben zo bang dat dit gaat vallen dadelijk. We moeten nog twee films doen. Hou het eventjes vol. De Lego Batman movie is de enige Lego franchise. Nee, is niet waar. Ik heb ook nog ergens anders. Oh, dat is beschamend, man. Holy fuck. Oh, mijn films zitten door elkaar. Oké, Lego Batman movie komt er ook. Dus de Lego movie... Hij kijkt lekker weg. Ik ben beu. Ik ben heel erg boos op mezelf nu. Dus Lego Batman Movie is leuk. Alle Lego films zijn leuk om te kijken. Lego Movie is leuk. Lego Movie 2 is leuk. Lego Batman Movie is leuk. Zelfs dan Lego Ninjago Movie vind ik leuk. Punt. Die. Repeat. Edge of Tomorrow. Als je die niet hebt gezien, sluit deze video af. Hij is toch gedaan. Dus ga Edge of Tomorrow kijken. Hij is immens goed. 4-5 keer gezien in mijn leven. Tom Cruise is goed. Emily Blunt is goed. Het verhaal is awesome. Alles is awesome in deze film. Ik kan niks zeggen wat slecht is. Dus Edge of Tomorrow, zeker kijken. En dat was het voor vandaag. Aangezien we nu toch goed bezig zijn met deze franchises door elkaar te gooien. Welke cliffhangers hebben we voor volgende keer? Heb ik Us? Heb ik... De Lego Movie 2, heb ik Lego Movie 1. Welke films van de franchise die je hier niet zag, heb ik waarschijnlijk wel nog ergens in mijn collectie zitten. Laat even weten in de comments naar beneden. Ik zie jullie graag terug volgende week voor deel 3 van de 4 van deze Blu-ray collectie. Hopelijk minder rommelig. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken. Bye bye.